Hartelijk welkom met Darby praten bij Misha Brouwer. Misha had een vrije dag en ja, we hebben hem bereid gevonden om even naar jou te komen. Want Misha, je doet dat graag in je sportverkopen. Ja, natuurlijk. Het is mijn hobby waar ik mijn werk van heb gemaakt en ik heb het er graag over. Ja, komen een spannende tijd aan. Het is een belangrijke maand. Ja. Volgende maand ook. En, Laten we eens in Duitsland beginnen. Twee paarden voor de stal Haagwoord door naar de grote finale. Usain Lobel, denk ik favoriet. Maar jij hebt met je Lawrence Flevo denk ik een hele leuke outsider. Ja, je noemt het goed. Het is een hele leuke outsider en ik hoop op een hoge placering. Winnen zal moeilijk worden, want er staan gewoon betere paarden in. Ik heb een mooi nummer geloot. Dat kan je uitbuiten? Ja, hij kan goed beginnen. En de twee Days of Thunder, die zal ook hard beginnen. En ik denk dat hij een hoog tempo aanhoudt. Nou, je hebt Dion Tessler met Riet Hazen daar. Die weet ook van gas geven. Mm-hmm. Dus ja, ik denk dat ik mijn kracht kan besparen aan de binnenkant. En je zal een beetje geluk nodig moeten hebben. Maar ik had een goede serie waar die groep een goede koers in liep. En een hoop speed liet zien. Ik hoop dat ik het kan uitbuiten. Gaat een koers worden vanuit het veld? Daar komt het wel op neer. Ja, ja. Ik zal niet van eigen kracht gaan. Je reed hem één keer eerder. Toen was je foutief. Had dat een reden? Ja, dat was op Duindicht. De tweede glid. Had een hoop oponthoud. Dus was het paard niet helemaal aan te rekenen. En, nee. Hij is ook iets veranderd in aanspanning. Ik zie geen probleem in het nummer. Hey, mooi dat je zo het vertrouwen krijgt van Stable Why Not. Ja, ze hebben me ook pakken gesponsord. Dus ik zal binnenkort, ik hoop met de derby in Faber kleding gaan rijden. En dat is mooi dat ze dat willen. En ik heb hem met beide allemaal aangenomen. Ja, nou ja, goed. Het is ook niet zo raar, want je hebt geen slecht jaar, hè? Nee, ik heb ook alles te danken aan hun. Hun gunnen met. En, ja, dat heb je toch nodig. Mooi. Hey, die derby zelf, het is wel de bedoeling dat de stal met de winnaar naar huis gaat, denk ik. Ja, ik denk ook dat we de beste hebben en de beste rijden voor de Duitse derby. Ja, dat is een understatement. Dus ik heb alles trouwens. Ja. Wie vrezen jullie het meest? Ik vond deze Tunnel heel goed. En ja, Riet Hazelaar met een mooi parcours, daar zie ik hem ook heel erbij komen. Mm-hmm. Ja, je noemt deze Tunnel niet. Die denk je toch dat hij het niet uit gaat zingen? Jawel, de twee deze vertellen. Die noem je als eerste. Ja, die zie ik hard beginnen en hoog tempo houden. Ja. Was in de serie ook goed. Was ook een brute opening. Nee, ik denk, een derby is natuurlijk altijd verrassingen, maar Usain zo op eigen krachten. Die kan het op eigen kracht doen. Ja. Ja, dat is wel lekker. Nou, ik ben er nieuwsgierig naar. Ik ook. Nee. Morgenochtend, vroeg dag voor jou. Jullie sturen één paard uit naar Mons, Nelio Vrijthout, met jou. Ik heb eens naar het veld gekeken. Hij komt bij Hugo vandaan natuurlijk. Hij hoeft niet eens verbeterd te zijn om hier hoge ogen te gooien. Nee, we hebben hem nog niet zo heel lang. En hij traint goed. Hij traint naar behoren. En we staan er op zich wel mooi in. En ik ga hem een koers op eigen benen geven. En ik hoop dat hij gewoon wat vertrouwen op doet en is gekwalificeerd. En dan hebben we nog 4 weken naar de derby toe om de puntjes op die te zetten. Oké, dus je zou niet zeggen het is tip van de dag? Nou ja, ik ken het paard zelf niet zo heel goed. We hebben hem alleen wat basistraining gehad thuis op de baan of op de strip. Mm-hmm. Dus ja, ik heb het toch niet. Het ziet er goed uit naar wat hij hebt laten zien. Mm-hmm. En hij werkt makkelijk, hij heeft goede hartslagen. Maar ja, om te zeggen dat ik een vaste winnaar ben, dan kijk ik het paard niet goed genoeg. Nee, precies. En daarvoor is hij misschien iets te riskant in de startfase ook. Ja, hij heeft een paar keer daar moeite mee gehad. Dus ik probeer hem op eigen benen van start te laten komen. En dan een goede koers geven, zodat we zich ons kwalificeren. En dan, wat ik zeg, hebben we nog 4 weken om hem helemaal naar de hand te zetten. Ik heb allemaal zijn dingen waar hij goed in is. Ja, precies. Maar goed, hij traint al aardig. Hij traint goed. Ja. Goede hartslagen en dat is belangrijk. Ja. Hey, maar het is geen overbodige luxe dat je een dagje vrij hebt vandaag, want het wordt een lange dag morgen. Want je vanuit Mons door naar VP? Nee, ik denk dat we rond een uurtje of 5 morgenochtend vertrekken. En we koersen om 12 uur, dus dan gaan we weer mooi op tijd terug. Ja. Hey, je hebt op Wolfgang loopt in de Breeders' Course, Hurricane en Pearl of Rijthout. Wat kan je vertellen over die paarden? We hadden hier gisteren Jeffrey die dacht dat hij de winnaar had. Nou, ik denk dat Hurricane dat wordt, ik denk een crack. Wat hij thuis laat zien is abnormaal, dat is echt een goed paard. Okay. Maar ja, Dubois komt ook niet met het minste waarschijnlijk. Die kwam toen ook natuurlijk met Classic Connection. Stond ook gekwalificeerd in 20, dus wat die tijden wat erbij staan, dat neem ik niet te serieus. Maar wat wij hebben goede paarden. En Pearl heeft ook een goede kwaliteit laten zien. Ongelukkig nummer misschien.
Ongelukkig nummer, ja, ik denk dat Hurricane wel de beste is. Hurricane, gaan we die extra in de gaten houden. Koers 5 wordt natuurlijk heel leuk, hè? En dan hebben we Luc tegen Orgie. Ja. 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 Nou ja, al twee goede paarden en ik denk dat het daar ook tussen zal gaan. Ik denk dat papa niet alles uit de kans zal halen om me uit te wringen. Ja, maar hetzelfde voor mij ook hoor, ik heb natuurlijk richting die derby moeten, dus we zullen allebei niet onze nekken eraf gaan rijden, maar dan nog zijn ze goed genoeg. Het zijn altijd de twee beste paarden van het veld. Ja. Hey, nu we het toch over Luc hebben, die Nederlandse derby komt eraan natuurlijk. Volgens mij kan jij rijden, kan Danny rijden of kan je vader zelf rijden als hij wil of niet? Ja, als we het zouden willen zou het mogelijk zijn. Gooi een muntje op? Nee, ik hou mijn eigen voor stal. Daar rijd ik graag voor en ik pak die kans aan. Normaal is Danny de eerste rij voor Luc. En mocht er iets raars gebeuren of mocht iemand anders hem vragen als hij een ander goed paard kan rijden, dan zou hij hem gaan rijden of papa gaan rijden. Ja, ja. Ja, het is wel iets om naar vooruit te kijken. Hè. Het succes begon op de veiling, die is ook aanstaande. Jullie hadden hem op het oog? Ik zat er eigenlijk niet echt met voorbedachte raden. Hij kwam voor en ik had hem al gezien in de box zien staan. Ja, en ik zag het filmpje en ik zag hem staan en hij sprak me aan. Ja, toen zei ik tegen papa van, zullen we het doen? En toen heb ik mijn hand in de lucht gestoken en we hadden hem. Nou ja, maar je hebt het nog wel even volgehouden, want hij was niet gratis. Nee. Hij was voor een schappelijke prijs nog, naar hoe goed hij nu is, is het waard geweest. Achteraf is hij goedkoop. Dat weet je nooit van tevoren. Maar mooi avontuur geweest. En toen ik het interview deed met je vader voor zijn amateurkampioenschap, toen was hij nog jong, paard, en toen had hij zich al onderscheiden. Ja, papa zei altijd al tegen mij van Mies, hij werkt goed, het is een leuk paard. En hij zegt, als je tijd hebt, moet je een keer komen. Dus ik een paar keer op mijn vrije dag erheen. Alleen maar pezen, alleen maar kloten en springen. Ja. Ja, en ik maar betalen voor die steekscoer of voor de klassiekers. Nou, ik werd er natuurlijk al een beetje chagrijnig van. Maar papa die hield er hoop en die had er vertrouwen in. Maar het had wel gelijk. Ja, heeft zijn nieuwe omgeving waar je vader nu naartoe is verhuisd, heeft hem ook nog goed gedaan? Zit hij daar lekker? Ja. Natuurlijk, het zal alleen maar een voordeel voor het paard zijn. En hij kan nou doen en trainen wat hij wil. Mm. Hij heeft alles mogen veranderen aan de baan en van het entrainement wat hij heeft willen doen. Dus ik neem aan dat goed zal uitpakken. Een unieke plek in Nederland, denk ik. Ja, het is een paradijs voor hem. Dan moet ze vruchten af gaan werpen natuurlijk. Nou, de zaterdag daarna, rustdagje? Staldienst. De staldienst, ja. Uiteraard. Ja. Dus, nee. Kunnen vroeg op bed, ja. En dan op naar zondag. En zondag mag je voor Henkie rijden, Henkie Grift. Dat is, daar kom je heel vaak voor, toch? Nee, het is de tweede keer voor Henkie. Ja. En het is een mooie rit. Ja. En ik denk dat we een goede kans maken. Dortus Prestans, een bikkelhard paard dat zich bewezen heeft. Maar wellicht interessanter voor jou de koers, de halve finale vierjarige derby. Gaan alle lichten op groen voor Kilimanjaro en Kashmir Stone? Ja, Kashmir Stone, waarom zijn laatste keersprong? Is me nog niet heel duidelijk geweest. Ik denk, bij mij toen in Beloend, had ze ook een fout in de laatste bocht. Toen was de bochten waren niet optimaal voor haar. Maar ik neem aan dat als Paul er laat starten, dat ze goed is. En ze kan hard. Ze hebben al een keer 12 gelopen wolf gegaan, dan lopen ze ook niet allemaal. Nee. En Kilimanjaro ook, die kan hard een keer vlot beginnen. Ik denk dat het licht op groen staan. Ja, want het is serie, maar in principe wil je het gewoon wel allemaal weten. Ja. Nou mooi, dan zijn we aan het einde gekomen van dit interview. Dank voor je tijd. Ja. Heel veel succes. Dankjewel. Jullie ook bedankt.